Deze beschouwing die gaat over een ruil die plaats heeft gehad of misschien nog wel voortgaat in Amerika in de kerk. Over het prediken door vrouwen. Die ruil die is veroorzaakt door een mannelijke predikant, of een predikant kan je ook zeggen. En die man die heet John MacArthur. En John MacArthur, ik zeg niet dat je die man moet gaan beluisteren. Jork Liesman die houdt helemaal niet van die man. Daar ben ik al achtergekomen. En ja, wat mij betreft, ja, ik heb hem wel beluisterd, moet ik zeggen, meerdere keren. En wat mij betreft hoef je niet naar hem te luisteren is dus uit nieuwsgierigheid dat ik ernaar geluisterd heb. En dat was met name in het kader van een beschouwing of uitzending die ik ga doen. Waar ik ontzettend mee bezig ben. En die zal gaan over het boek Daniel, en hoofdstuk 9. Het boek. Ja, uh, het hoofdstuk. Het meest controversiële. Hoofdstuk van het Oude Testament. En dan wil ik weten wat iedere priester daarover te vertellen heeft, want inderdaad heeft iedere priester, priester prediker. die heeft er wat anders over te vertellen. Maar nou, niet iedereen, want mensen als Tom Fress en Jörg Liesman en nou, wat meer mensen uit die hoek. Ik denk ook Walter Feit. Die moet ik nog checken. Maar die zitten ongeveer op één lijn. En John MacArthur. Uh, dan weet ik het eigenlijk niet precies waar hij nou zit. Anyway, in het kader daarvan heb ik naar John MacArthur geluisterd. En zonder meer geluisterd om te kijken wat voor een soort predikant dat nou is. Gewoon nieuwsgierigheid. Dus ik ken hem wel. Uh, nou ja, ken hem. Hè. Ik heb hem morgen praten. Hij is heel beroemd. Hij komt ook op tv. En die kerk waarin hij dan achter de kansel staat. dat is me toch een kerk, jongen. Jeetje, wat een groot ding. Daar moeten honderden mensen in passen. En die, keer die ik de laatste keer dat ik hem gezien had, dat was nadat die ruil was ontstaan. En dan zat die kerk inderdaad zo goed als helemaal vol. <laughs> zo, ik net wat een hoop mensen waren daar. Ja, maar waar ging die ruil nou om? Hem werd gevraagd tijdens een interview of zo op tv. Naar zijn mening over het vrouwelijke predikantenschap. Want dat wordt steeds populairder. Om de dames ook te laten prediken. En wat hij er nou van vond. En hij zei: Ik vind dat helemaal niks. Dat viel niet goed. En je kan je denk ik wel voorstellen waarom. Dan moet ik er gelijk bij zeggen dat uh, John MacArthur, dat is dan een protestant. Het, het valt in die hoeken. En binnen de katholieken, daar speelt hetzelfde. En daar zijn ze ook bezig om langzamerhand vrouwen dan uh, om te beginnen een klein beetje. Ja, ze mogen wel kleine preekjes houden. Zoiets. En in die hoek wordt er ook al geprotesteerd hoor. Dus bij mensen als Henry Weston en Taylor Marshall en hoe weten ze... van LifeSite News en... De, ja, Side News, dat is eigenlijk de, het, het kanaal. Nou, in het Nieuwe Testament, voor degene die dat niet weet... in het Nieuwe Testament staat ergens... In een van de brieven, het Nieuwe Testament, voor wie dat niet weet. Dat heeft vier evangeliën. Dan een boek, en dat heet Handelingen. En dan krijg je een hele stapel brieven. En dan komt het laatste boek, en dat is uh, de Openbaring. En er wordt wel gezegd: de Openbaring van Johannes. Eigenlijk is het de Openbaring van Jezus Christus, opgeschreven door Johannes. Dat is het laatste boek. Nee, in een van die brieven daarin staat dat het niet de bedoeling is dat vrouwen, uh, hun, dat vrouwen spreken, zelfs. spreken. Er wordt niet eens gesproken over prediken, dacht ik, maar zelfs ze moeten hun mond houden. Er staat letterlijk zoiets in: als een vrouw tijdens de dienst iets niet snapt, dan moet ze het thuis maar vragen aan haar man. Nou, ik kan me voorstellen dat dat heden ten dagen. Ja, niet lekker ligt. Maar goed, wat vind jij er nou van? Um, ik heb er niks mee te maken. Ik heb er ook niks over te zeggen. Ik ga niet, een, ineens, niet eens naar een kerk. Ik ben ook niet van plan om er eentje op te richten. En mijn mening is in het kort dat John MacArthur het misschien niet heel handig brengt. En dat ik vind dat vrouwen voorlopig. Maar eventjes niet moeten spreken in de kerk. En als ze iets te vragen hebben over, wat zegt hij nou, wat zegt hij nou, dat ze dat dan thuis vragen aan manlief. Zo oh, Perry, maar nou ga je zelf ook wel eventjes. Nou, dat vind ik nogal wat. En nou, wat vind je vrouw ervan? <laughs> nou, dat is heel makkelijk. <laughs> Die moeder van mijn kind, die ging vreemd toen het kind vijf was. <laughs> en die haatkerken. <laughs> nee, die heeft lak aan iedere moraal. Dat zal haar een bied wezen. Zo kwam ik er ook achter. Dat is ook de onderbouwing waarom ik het vind. Ja, dus neem in de moeder van mijn kind, die... Ah, die heeft zich echt gedragen als een randdebiel. Eh, voorbeelden van. Oh, 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 oh. En de familie, die wist dat. Met name de vrouwen wisten dat. En mijn vader, bijvoorbeeld. Dat was dan iemand die tegen mij zei: van... Jonge, jonge, jonge. Eh, jij hebt het niet makkelijk hè, met zo'n vrouw. Maar ja, dat is dan mijn vader. En mijn vader, daar had de moeder van mijn kind, die had ze echt een schurft aan. Zelfs een gewoon gesprek. Dat kon niet. Dus dan kwam mijn vader, dan heeft mijn vader tegen mij verteld. Nou ja. In het begin deed ze nog wel aardig tegen mijn vader. Maar na verloop van tijd. Wat, wat ging het nou? Nee, maar even het beeld te schetsen. Dit, dit, is, dit is geen roddelen. Daar gaat het helemaal niet om. Dat hele huwelijk dat is al jaren geleden. Maar. Ik wil wel graag dat ik al dat leed heb doorstaan. Dat ik er ook iets mee kan doen. He? Weet je wat, dan heb Maar dat ging als volgt. Ze vond eerst mijn vader helemaal geweldig. Oh, was een fijne man en ook leuk. En toen gingen we verhuizen. En mijn vader die kwam. En mijn moeder kwam. En volgens mij kwam mijn zusje ook. Ik heb een zus van vier jaar jonger. En mijn vader, die was dan met name gekomen om te sjouwen. Hè? Nou, dan hadden we al een hele hoop naar beneden gesjouwd, en in een auto gezet, en heen en weer gereden. En dan waren we weer boven. En nou, we zouden koffie gaan drinken. En mijn vader, die wilde een shekje roken. En die ging in de deuropening staan. En we hadden een portiek flat. Dus die deur ging niet naar buiten, die, ging, die kwam uit in het portiek. En de portiekdeur beneden, naar de stoep, die was dicht. Dat je bij de situatie hier weten. Nou, en Madame, de moeder van mijn kind, die had twee poesen. Daar kon ik ook niks aan doen. En zij was een heel klein beetje vergeten: dat ze dat die beesten niet aan kon doen, en niet aan hoefde te doen om die verhuizing live mee te maken. Want ze had de beschikking over... van die kattenverhuisboxen dingen. Kattenmanden met, met zo'n klepje. En waarmee ze ook mee kan nemen naar de dierenarts en weer terug. Zo'n soort kattenkoffer. Nou, zij had er één. Maar ze had dus een vriend. Ja, dat wist ik helemaal niet dat dat een vriend was. Maar dat, dat wist ik later pas allemaal. Je kent vrouwen wel. Niet alles in één keer vertellen. God, wat een ellende was dat, man. Maar. maar haar vriend had er ook een. Dus zij had naar die vriend kunnen gaan. En dan even die mand ophalen. En dan had ze twee manden. En dan hadden we die twee katten van haar elk in een mand gestopt. En die een dag van tevoren alvast naar de nieuwe locatie gebracht. Of s'morgens vroeg. Eh, voordat we gaan sjouwen, gaat zij even lopen. Dat was vlakbij. dat was uh, vijf minuten lopen. Hmm. Dan was een klein beetje vergeten. Nou, daar waren wij dus bezig. En mijn vader die ging een checkje roken in de deuropening. En zij was de katten kwijt. Nou, die relatie die ik daarvoor had gehad. die vrouw die moest ook zijn nodig katten. En die kat die zij had, die waren we ook wel eens kwijt. Maar die kat die zat dan altijd in de bank. We hadden een zitbank en onderin die bank zat een gat. En daar kropen die katten dan, die kat van haar, van die vorige relatie, die kroop daarin. Nou, zij was die katten kwijt, die katten waren helemaal, helemaal een knijs geworden. Een, een gesjouw met, met allemaal spullen en deuren gaan open en deuren gaan dicht en allemaal vreemde mensen die ze niet kennen en harde stemmen en uh, roepen door de Waar Kom je nog naar beneden, we gaan we rijden. Die katten zitten allemaal met de oren tegen de kop aan man. Die zat al met een hartslag van 350.000, uh, we gaan dood, we gaan dood, uh. arme Gerdon komt. Nou, zij was die katten kwijt. Nou, en die moeder van mijn kind is niet zo'n overlegtypje, want het overleggen dat is zo beperkend. In je, hè? Dan moet je aan de mensen gaan vragen en dan moet je zeggen, mag ik wat vragen, dat is zo onderdanig en dat past niet bij een vrouw. Hè? Dus niet overleggen, niet vragen, helemaal niks. Nee, gewoon in je eigen kop helemaal kokende gedachten gaan krijgen. Dus mijn vader, je ziet dus mijn vader een cheque roken. En dan weet jij natuurlijk al wat ze toen dachten. Wat denkt een vrouw in zo'n situatie? Huh? Zo'n vrouw als de moeder van mijn kind. Ik greep je even drie seconden. Wat denkt ze dan? Nou, wat ze dacht was: aha. Hij heeft de katten laten ontsnappen. En doet. Alsof hij alleen maar een sjekje staat te roken. Dus die werd kwaad op mijn vader, jongen. Jij zit de katten, laat de katten, heb je laten ontsnappen, En dan ga je gewoon een sjekje roken en mij uitlachen. Ze ging me toch de keer, jongen, tegen mijn vader. Oh. En mijn vader, die, die wist bij God niet waar ze het over had. Ik ook niet. En mijn vader, die zei heel wijselijk helemaal niks. En ik stapte dus op haar af en, uh, en dan tegen haar, want toen ze uitgeraasd was... en mijn vader reageerde helemaal niet terug, dus het stond ze ook een beetje naar adem te happen. En ik vraag aan haar, van, wat is er aan de hand? Hè? En zij zei ze, ja, de katten, die kan ik niet vinden. Ik zei nou, die konden wel eens in de bank zitten. Ga maar eens even kijken. Ja, en uh, ik ga met haar meegelopen, nou, die bank gekanteld. En ja hoor, daar zaten ze alle twee in. Maar goed, dat was dus het moment waarop die moeder van mijn kind het helemaal gehad had met, die, met mijn vader. En mijn vader, die werd vanaf dat moment ook uh, ja, schandalig behandeld. Dus hij kwam regelmatig op bezoek, want hij was, ja, de relatie tussen mij en hem die was ooit best slecht. Maar, nou ja, dat had zich uh, vergeven, vergeten, zand erover, klaar en zo. En dan gaan we weer door. En, en mijn vader, ja, de relatie tussen mij en mijn vader was in die dagen hartstikke goed. Ik had er echt een hele leuke vader aan. Ja, en, en het kind, dat was natuurlijk zijn eerste kleinkind, nou, dat wordt hij helemaal geweldig. Dus natuurlijk kwam hij langs, zo vaak mogelijk. Hè? Maar zij, zij keek hem echt niet met de nek nog niet aan, joh. En als hij haar wel eens wat vroeg: hè, van. Uh, en hoe gaat het op je werk? Of zo, hè? Zo'n zo vraag. En gaat alles een beetje lekker thuis? En. Uh, dan, uh, dan stond ze op van de bank en dan liep ze de kamer uit. Dat hebben. Uh, nou, mijn vader die heeft dat dus uh, uh, tegen mij verteld. Van, nou, uh, dat is uh, een beetje vreemd hoe ze het tegen me doet. Maar mijn moeder was er ook bij. En mijn zus was er ook bij. En haar moeder was er ook bij. Als mijn vader weer eens wachtte. Die, die, al die vrouwen die zagen dat. Hoe zij het tegen mijn vader deed. En ze zagen ook hoe die vrouw het in het algemeen deed. En die vrouwen wisten ook dat toen het kind vijf jaar oud was. dat ze vreemd ging. Dat wisten al die vrouwen. En. Hebben die vrouwen op een moment iets tegen mij gezegd? Van jongen, is dat niet hartstikke zwaar voor je? Nee, helemaal niet. Hebben die vrouwen die andere vrouw aangesproken op haar gedrag? Nee, helemaal niet. Kijk, dat zegt iets over vrouwen. Ja, dat de moeder van mijn kind uh, kneis is. en totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel heeft. en uh, naar niemand niet wil luisteren als er een penis aan hangt. en zonder meer niet wil luisteren want ze weet alles beter? Oké, okay, dat kan dan een pechgevalletje zijn. Maar dat geldt dus niet alleen voor de moeder van mijn kind. dat geldt ook voor mijn eigen moeder, voor mijn zus en voor mijn schoonmoeder. Niemand van die vrouwen. Deed ook maar iets. Iemand. En wil je dan dat die bevolkingsgroep. in de kerk gaat spreken? Nou, ik zeg dus van niet. Ik vind dat vrouwen. zich moeten gaan afvragen. Waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. in de samenleving. Waarom luisteren ze niet naar hun man? Want dat is het probleem. Als de moeder van mijn kind. toen ze de katten kwijt was. gelijk naar mij was gekomen. en tegen mij had gezegd: van jeetje, ik kan de katten niet vinden. heb jij enig idee. Dan had ik gelijk tegen haar gezegd, nou, kijk eens in de bank, daar zullen ze wel in zitten. Maar ze luisterde niet naar mij. Ze vroeg ook nooit wat aan mij. Ze deed altijd alles uit haarzelf. En dat leidde tot hele grote problemen. Logistieke problemen. Dat is niet leuk. Daar help je gezinnen mee uh, om zeep. En het gezin is ook daadwerkelijk kapot gegaan. En ik heb mijn moeder ingeseind. Ik heb mijn schoonmoeder ingeseind. Ik heb mijn zus ingeseind. En die keken allemaal naar het plafond. En dan denk ik: ja, daar hebben vrouwen dingen te doen. En nou ben jij misschien een vrouw die echt niet zo is. En die als er een vrouw in haar omgeving zo doet, dat ze dan zo'n vrouw apart neemt en zegt van uh, Gerda, waar ben je mee bezig? Want het kan niet wat je doet. Het kan echt niet Gerda. Want ik zag dat niet alleen bij de moeder van mijn kind. Ik zag het ook bij dat is een beetje alle moeders van de vriendjes en vriendinnetjes van mijn kind. Daar zag ik precies hetzelfde gedrag. Namelijk de man domineren. Want dat is wat zo'n dat de moeder van mijn kind deed. En dus als jij als vrouw ben jij dan de moeder van het kind? En vervolgens ga je van alles afspreken met Jan en alle man. Zonder met je man te overleggen, zonder aan je man te vragen of het mag, of het kan. Dan ben jij een tiran. Dan ben je een regelrechte klote Ss'er in een, een treurig concentratiekamp. En ik vind dat ik het woord kloten nu echt mocht gebruiken, want ik heb het aan de lijve ondervonden. En ik voelde nu niks meer van. Dus ik kreeg er echt geen emotie meer bij. Maar ik weet nog precies wat ze heeft uitgesproken. En ik weet nog precies wat de houding was van de familie en de vrouwen in de buurt. Namelijk la 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 la. En wil je nog thee? En daar zit een probleem. Daar gaan gezinnen van kapot. En als een gezin kapot gaat, dan is dat schadelijk voor een kind of de kinderen. En als je gezinnen kapot laat gaan, terwijl je er wel iets aan had kunnen doen, dan maak jij je schuldig aan kindermishandeling want je had er wat aan kunnen doen. Maar je hebt er niks aan gedaan. En dat is kwalijk. En als vrouwen nog in die fase zitten... dat ze hun eigen dingetje... want ik wil zo onafhankelijk zijn en ik wil zelf kunnen beslissen... en la, en ik wil niet met Jan en van alles man... en ik wil niet met van alles... Naar mijn man toe stappen om te vragen of dat wel oké okay zit. Ik wil het allemaal zelf, zelf, zelf kunnen doen. Als je in die fase nog zit, ik wil je niet achter een kansel. Echt niet. Ik vind het afgrijzelijk wat je doet, namelijk. Als vrouw. Want ik heb het leed gezien. 70 procent. 75%, 80% van de scheidingen, dan heb je het over stellen die officieel getrouwd zijn, die we, zoveel procent van de scheidingen wordt aangevraagd door de vrouw. En dat betreft alleen maar de officiële huwelijken. Waarschijnlijk is het zo dat alle kinderen die verwekt zijn. Zonder dat er echt een huwelijk aan te pas is gekomen. Dat daarbij het percentage waarbij de vrouw had gezegd: van nou, zo miet maar op. Dat dat misschien wel 100% is. Vrouwen hebben. Door een. Lichamelijke constitutie, die, die, die bijzonderheid, dat is hetzelfde. De bijzonderheid van de vrouw is dat ze kinderen kunnen baren. En dat levert die vrouw dan ook die moederband op met het kind. En als je denkt dat dat niet bestaat, dan, dan weet ik niet waar jij al die tijd met je hoofd hebt gezeten. Dan heb je niet om je heen gekeken. Om um een klein voorbeeldje te noemen. Uh, toen die scheiding was uitgesproken en ik eindelijk dan een nieuwe woning had gevonden. Want dan moet je, nou heel wel gezeik, maar dan heb je dan die scheiding, dan heb ik een eigen flat. Als mijn dochter bij mij was, dan moest ze elke avond, stipt om 8 uur, moest ze de moeder bellen. Om te vragen of alles goed ging. En la 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 En dan kwam er een soort elke dag als ze bij mij was. Als ze bij mijn moeder zat, belde ze mij nooit. Dat, was ik, dat vond ik ook niet nodig. En ik vond het ook niet nodig dat als ze bij mij was, dat ze dan s'avonds de moeder zou bellen. Maar dat vindt men dan wel nodig. Ja, het is toch de moeder. Ja, het is de moeder, hè. Ja, ja dat is de band tussen de moeder en de dochter. Ja, nee, dat is allemaal heel, heel, heel uh, Kijk, dat is allemaal wel best. Dat die vrouwen dat hebben, hè? die band met het kind... Maar daar hoort ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij. En die mis ik bij vrouwen. Dat is dus wel uh, die zeggenschap claimen. Van, nou, en dan, dan ging die moeder van mijn kind tegen mijn kind zeggen: Nou, dan moet je bellen om acht uur. Moet je wel precies om acht uur bellen, hoor. Want dan weet ik dat jij gaat bellen. Dat is precies acht uur bellen, hè? En mijn dochter, maar, ja, mama, ja, mama, ja, ja, ja. En dan echt om één voor acht was mijn dochter al zenuwachtig. Ja, ik kan nu nog niet bellen, want het is pas één voor acht. En nou, ja, moet ik even wachten. Ja, dit is ja, acht uur, ja, bellen. En dus die vrouwen die gebruiken wel die zeggenschap. die die moederrol met zich meebrengt. maar ze nemen niet de verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is dat je goed overlegt met je partner. En dat je overlegt in een kwaliteit zoals Wim. Mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin, zoals hij en ik overleggen als wij wat moeten gaan doen. Ja, Bem en ik zijn een aantal keren samen op vakantie geweest met de kinderen erbij. Iets van vier keer op vakantie geweest met kinderen. Eén keer met twee kinderen, een paar keer met drie kinderen en een keertje zelfs met vier kinderen. En dan overleggen wij. En dat doen wij heel erg kort door de bocht en snel. Ik informeer meer bij Wim. Want hoe zit dit, hoe zit dat, hoe zit zus, hoe zit zo? Wim geeft de info door en ik informeer Wim over wat ik hem moet vertellen. We houden elkaar op de hoogte, dat is het eigenlijk. Of we stellen een vraag, dan is het nog nodig dat ik dit ga regelen? Nou, zo, hè? zo moeten vrouwen dat eerst maar eens gaan leren. Kijk, de Bijbel zegt dat vrouwen moeite hebben om aan te nemen wat de man zegt. De man die weet iets zeker, die, euh, euh, nou, dat, dat, nee, dat doe je gewoon zo en zo. Hè? En dan denkt de vrouw van, nou zeg, dat zegt hij zomaar en hij legt het helemaal niet uit en is dat wel zo? En, euh, en nou, euh, nou, volgens mij is dat niet hoor. Maar in de Bijbel staat dat dat nu juist de vrouwen kwaal is. Dat is Genesis 3. Want God had tegen Adam gezegd: "Je mag van elke boom eten behalve die ene boom." Nou. En Adam, die hield zich daar netjes aan. En Eva die had naar Adam moeten luisteren, in die zin dat ze gezien had moeten hebben dat Adam luisterde naar God, en dat zij gedacht had moeten hebben: nou moet je luisteren? Adam luistert naar God, en ik luister naar Adam, dus ik luister ook naar God. Ik doe net als Adam. Ik doe Adam na. Ik gedraag me zoals Adam dat ook doet. Maar dat deed Eda niet. Eva die dacht eventjes. Uh, um, ja, oh, nou, Adam doet het allemaal niet. Maar ja, dat wil toch niet zeggen dat ik het niet hoef te doen. En, en, en een heilige zij kwam, hè? Want het verhaal, daar staat er niet voor niks. En Jurk Liesman die zegt dan nog heel. zelfkritisch. Uh, uh, naar het, het, het mannelijk geslacht toe. Van ja, moet je luisteren, het was niet alleen Eva. Die van de appel ging eten. Adam die nam ook uiteindelijk een happy. En dat had Adam helemaal niet hoeven doen. Ja, dus het verhaal had in principe ook nog een ander einde kunnen hebben. Waarbij alleen Eva zich naakt voelde. Dat Adam tegen God kon zeggen van... Ja, uh, ik heb Eva de laatste tijd ook niet meer gezien. En dan was Eva dus... Uh, dus uh, Eva had die hap genomen van die appel. En Adam die was er dus bijgekomen en zei Hé, hey, wat doe jij nou? En dan had Eva gezegd... Nou, ik, ik wat, je hebt gepraat met meneer de slang. En dat was eigenlijk wel... Ja, ik heb een hapje genomen. Nou, ik vond het eigenlijk wel lekker. En uh, ook een hapje. Dan had Adam ook kunnen zeggen van... Nou, ben je helemaal... Zo, ben ben jij helemaal besodemieterd? Nee, natuurlijk niet. Hoe ga jij dit God vertellen? Dat had Adam ook kunnen doen. Maar dat deed Adam niet. Dus Adam is ook schuldig. En daar zit ook iets in. Ja, dus het Genesis 3, dat is ook iets dat mannen zichzelf aan moeten trekken. Want de rol van Adam, daar zit dus ook een discrepantie in. Want die ging even lekker mee bikkelen van de verboden vrucht. Het is niet zo dat Eva hem daartoe dwong. Het feit blijft dat het Eva was die met dat zondigen begon, en zij luisterde dus niet naar de man. Had ze dat wel gedaan, dan was het hele gesoede Mitre niet gekomen. Dat staat in de Bijbel. En zo moet je Genesis 3 begrijpen. En ik heb het idee dat vrouwen Genesis 3 niet begrijpen. Kijkend naar de samenleving. En ja. Wat heeft het nou voor zin om, als er onder vrouwen nog geen besef is van Genesis 3, om dan iets te gaan voorlezen uit het boek Job? Of om iets te gaan voorlezen uit het boek Hosea? Wat heeft het voor zin? En ik had zo'n klusje, we zouden in de woonkamer een, een tweede vloer maken, een viede. heet dat. Een hele partij hout besteld en dat zouden we dan samen gaan doen, ik samen met de moeder van mijn kind. De moeder van mijn kind die heeft een hele grote mond, maar twee linkerhanden, die kan echt helemaal niks. Maar samen doen leek me toch een goed idee. Want dan doe je in ieder geval samen iets. En, nou ja, hè? en al het meetwerk en zaagwerk. Want ik heb zo'n cirkelzaag gehuurd. En, en man, dat is allemaal ja, heftig shit. En met de boormachine. En wat nou, een moeilijke muur ook nog. Ja, dat zou ik allemaal doen. Maar zij had dan de edele taak om dat hout, voordat het dan in een stallage werd gemonteerd, om dan de hoeken af te ronden. Nou, dat was allemaal net zo ruw gezaagde balken, waren het. Balken van, best wel dikke balken. Nou, dan moeten dus die, die kanten van zo'n balk die moeten afgerond worden. En dat doe je met een rasp. Niet met een vijl, dat is veel te, veel te fijn. Nu heb je een rasp voor. En die had ik. Met een ruwe kant en een iets fijnere kant. Dus haar, nou, tegen haar vertelt, nou wil jij dan die balken raspen? Dat ze mooi. Dat is een, hè, dus alle splinters eraf en zo. En als je goed geraspt hebt, dan met het grove schuurpapier er nog een keertje overheen. En dat is al met alles wel heel wat werk. En dan ga ik wel meten en zagen en boren. En jij moet die balken behandelen. En dan zei ze tegen mij: Nee, dat moet niet met een rasp. Ik zeg, je moet wel met een rasp. Nee, zei ze, dat moet met een schaaf. Ik zeg, nee, dat moet je niet met een schaaf doen. En trouwens, ik heb geen schaaf. Oh, zei ze, nou, dan ga ik toch morgen een schaaf kopen? En ja hoor, de volgende ochtend ging ze naar de houthandel toe en dan kwam ze terug met een schaaf. Die staat hier nog in de kast, is uh, op die ochtend na nooit gebruikt. Want wat moet ik met een schaaf? Ja, hij zat bij het gereedschap en het gereedschap was van mij, en dat heb ik ook allemaal meegenomen naar die scheiding. En die schaaf dus ook. Maar je hebt er niks aan, wat moet een mens nou met een schaaf? Tenzij je houtbewerker bent, wat moet je dan met een schaaf? Nee, zij is een hoor. Nou, ik was dus bezig met het meten. En ik stond op een of andere ladder. En ik zag haar dus beginnen met de eerste balk te pakken. En zij die schaaf erop zetten. En dat was zo'n. En dan had ze dus een stukje van ongeveer een centimeter of zo. Dus zat die schaaf zat muurvast in dat hout. En dan zei dus die schaaf weer naar achteren. Oh, 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 ja. Nou, nog een keer. Dan is ze weer helemaal vast. <laughs> en nog een keer. Dan is ze weer helemaal. Nou, weer overnieuw. En weer. Nou en na tien minuten klooien met die schaaf, had ze tien centimeter. Ja hoor, tien centimeter was, van de hoek was eraf. Ja, prachtig. Ja, die balk was twee meter lang. En een balk heeft vier kanten, dus dat is in totaal acht meter te gaan. En je hebt tien centimeter klaar in een kwartier. Dus nou, dan kan je even gaan rekenen op je rekenmachine hoeveel, dan, hoeveel tijd dat dan kost om die hele balk te doen. En dus zag ik haar dus vanuit mijn ooghoeken, en dan zegt zo iemand dan ook helemaal niks. Hè. En vanuit de ooghoeken zie je haar een, uh, een rasp pakken. En dan even proberen. En dan ging ze gatsch, 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 gatsch. Ja, het is zo. Net. Ja. In een paar seconden was ze tien centimeter verder. Oh, dacht ze. Nou, toen heeft hij die schaar. Net, net, net Mr. Bean of zo. Ja, met, uh, Rowan Atkinson. Dat is over. Oh, niemand ziet het. Oh, oh oh. En zij heeft niks gezegd tegen mij. Ja, helemaal niks. Ze heeft niet tegen mij gezegd: van, Nou, je had toch gelijk. Nou, zonde van mij, van die schaaf. Nou, heb ik wel even 40 euro weggegooid. Ja, want het was 40 euro. 40 euro, kon niet meer terug, hè? Nee, helemaal niks. Hey, en dat zie ik dus bij vrouwen. Ik had ook op mijn werk, er was zo'n vrouw en die wilde niet een systeem, jongen. Oh, 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 oh. En ze werkte, was ook nog hoofdautomatisering en hoofdboekhouding en ze zat bij een hele grote club. En daar werkten niet allemaal mensen in vaste dienst, maar in totaal echt wel uh, tientallen mensen, een mannetje van veertig, vijftig of zo. En die was dan verantwoordelijk voor de financiële administratie ook. Maar ook voor de uuradministratie en de projectadministratie. En, en die wilde echt van alles. En daar iemand een account geven. Dus toegang geven tot het systeem. Want iedereen moest erin kunnen. Dat is ook heel handig. Ja. Maar daar was nogal wat hè. Allemaal clubjes, Ja, maar dan mag iemand van dat, die mag dan niet dat. En als je, maar die moet dan wel zus. En eigenlijk mag dat niet, maar zo iemand moet het dan wel kunnen. Oh ja, en als die van zo is, dan moet ook die en die erbij. En dan moet ik dan dat. En, en natuurlijk, als het dan daar en daarom gaat, ja, dan moet natuurlijk dat hele stuk moet weg zijn. En dan moet dat erbij. Nou, ja, Kortom, heel veel instellingen per user. Nou. En dan zei ik, dan moet je een nieuwe account aanmaken. Ik zei, nou wat je moet doen, is je zoekt een user op, die is een account op van iemand die in dezelfde rol zit. Ze dus moet bijvoorbeeld een freelancer. En dan een freelancer uh, voor uh, die en die werkzaamheden. Want er dus hebben we verschillende soorten freelancers, maar je hebt ook een freelancer categorie A. En dan zoek je iemand op. In zijn categorie, precies zo iemand. Dan pak je die accountkaart. Dan zeg je duplicate. Dan krijg je alle instellingen komen dan mee. En dan hoef je alleen maar de, ja, de naam hoef je aan, te, aan te passen. En dan misschien een inlogcode. Het wachtwoord schiet automatisch op uh, het default wachtwoord. Dus, dat, dat zo moet je doen. En die vrouw had tegen mij moeten zeggen van, oh, wat, ja, oké, okay, dan doe ik het zo. Ben je in één keer klaar? Nee, dat wilde ze niet. Nee, zei ze, ik wil uh, gewoon een uh, nieuw account kunnen invoeren. En dan wil ik alles precies kunnen instellen zoals het moet. Ik zei, ja, dan moet je wel al die dingen weten. Ja, zei ze, waar is de handleiding dan? Ja, de handleiding voor wat? De handleiding van ho voor hoe zij het graag wil? Zij verzint het toch allemaal? Die ene mag dit wel, die andere mag dat niet. En uh, ik zei, ja. Ze zei, nou ja, als je het dan helemaal zelf wilt doen. Uh, als je die schermen, je moet die schermen allemaal aflopen. Je moet al die instellingen bekijken. En per instelling heb je een helpvenstertje. Daar kan je openklikken. Want deze instelling is hiervoor, deze instelling is daarvoor. Uh, dan moet je het zomaar gaan doen. Nou, dat lukte haar dus nooit. En dan had ze weer een account aangemaakt. Ja, zei, nou, maar dat die account, kun je helemaal geen uren schrijven. Ik zei, ja, dat... Hoe heb je hem dan ingevoerd dan? Ja, zus, Ik heb een nieuwe aangemaakt. Ja, dat is best. Heb je dan aangegeven dat hij uren mag schrijven? Waar doe je dat dan? Ja, oh, god. Maar kraken. Daar word je knettergek van. Er zijn vrouwen die luisteren niet naar een man. En dat moeten vrouwen wel doen. En het aantal vrouwen dat goed luistert naar een man. Ik heb het een keer meegemaakt, moet ik zeggen. Dat was een Joodse vrouw. Moet ik zeggen. En die kwam bij mij op boekhoudcursus. Ze had een hele mooie Poolse achternaam. Jabrilibidotsi of zo. Echt een prachtige naam. Het was een hele leuke vrouw. Het was een mooie vrouw. En dan niet onder de make-up. Uh, gewoon, uh, gewoon een mooie vrouw. Ja. En zij kwam dan langs. En toen zei ik tegen haar. Nou, ik moest dat dus boekhouden leren. Ik zeg nou... Uh, we hebben een middag. Ik hoop dat ik het je in één middag uit kan leggen allemaal. Want het is niet nogal wat. Er komt echt nogal wat bij kijken. Nou, zei ze het maakt me niet uit. Zeg maar gewoon wat ik moet doen. Ik zei, nou, wat je moet doen. En ik begon te dicteren. Zij pakte gelijk een briefje. Begon gelijk op te schrijven wat ik zei. En toen zei ik, nou, uh, dit heb ik nou al uh, voldoende uitgelegd. Uh, ga maar oefenen. Kijk maar of het lukt. Huh? Dan pakken we het volgende. En zij uh, deed het allemaal. En ze zei, ja. Ik kom kwam ze even laten naar me toe. Ze zei: Nou, het werkt hoor. Ik heb het er allemaal in zitten. Kom maar kijken. En ik ga het kijken. Komt leren. Ik zei: Nou, inderdaad. Perfect. Hartstikke goed. Ja, zei ze. Ik heb precies gedaan wat je zei. En ze had ook dat lijstje liggen. Hè? Perry zegt: La 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 Geen discussie. Precies doen we het. En zo zei Ja, zo doe ik het. Nou, dat deed ze met onderdeel A, onderdeel B, onderdeel C. Kortom, om half vier. Terwijl we dat half zes hadden. Maar om half vier had ze alles al ingeboekt dus zei ik nou. Uh, ja, we hadden de hele middag. Maar ja, jij hebt precies gedaan wat ik zei. Ook geen discussies. Niet van waarom dan? Nou, ik kan het niet anders. Nee, gewoon precies doen wat ik zeg. Heerlijk. Dat is echt een zegen. Maar buiten die lieve Joodse dame. Uh, niks. Echt niet. Voor de rest alleen maar vrouwen met een grote mond. Nou, ik heb al bij een ander bedrijf, heb ik ook gewerkt, hè. Maar daar hadden ze dus ook zo'n invoerprogramma en, en, en daar kon je met enter, kon je wel naar links. En waarom kan dat hier niet? Dat je dat soort nodeloze, nutteloze discussies hebt. Hier hebben vrouwen aan te werken. Want dit is nou wat naar mijn mening dan hè, bedoeld wordt met Genesis 3. Ja, dus alles mag en één ding mag niet. En waarom mag dat niet? Nou, Adam heeft het gezegd. En als Adam dat gezegd heeft, dan is het zo. En dus die. Met, met die zondeval, die toestanden, is er dus ook die, die vijandigheid gekomen tussen de man en de vrouw. Wat erop neerkomt, is dat die vrouwen de godganse tijd bezig zijn om die mannen de loef af te steken of te kakken te zetten. Mijn moeder die, die liet me zo heel vrolijk een zongtekst een zien. En die was geschreven door een vrouw in het kader van een Middagje Leuk, leuk Doen. En dan hadden ze op de melodie van uh, Op een mooie pinksterdag. Ken je dat liedje nog van vroeger? Op een mooie pinksterdag. Ta -ta, lekker in de zon. Da -da 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 nou, daar is een tekst op geschreven. Op rijm natuurlijk. En mijn moeder liet mij die tekst lezen. En ik geef die tekst terug aan mijn moeder. En ik zeg van nou, uh, dat is behoorlijk beledigend naar mannen toe. Vind je niet? Mijn moeder keek me zo'n beetje raar aan. Die had een complimentje verwacht. Van nou, vond je het dan niet mooi op Rijn? En dan was het heel grappig. Ja, grappig, dat heet. Uh, wat is het ook weer? Humor uh, lachen ten koste van een ander, leedvermaak of zo. Nee, gewoon uitlachen. Nou, een grapje maken ten koste van een ander. En in dit geval ten koste van een hele bevolkingsgroep, namelijk de mannen. En mijn moeder neemt dat, dat ding weer aan, die zongtekst. En die zegt van ja. Ja, Gerard, die erbij was. Die zei ook al zoiets. Dan denk ik: Jeetje, moeder. Heb je dat zelf niet in de gaten? Dat is een ding voor vrouwen om rekening mee te houden, hoor. En dan spreek ik over de vrouwen. Die ik in mijn leven heb meegemaakt. En dat is dan misschien. Uh, ja, misschien is dat uitzonderlijk. Uh, uitzonderlijk. Ze kunnen. Wat dan nog, voor mij zijn het dus een beetje alle vrouwen die ik heb meegemaakt. Op een handje vol na. Maar al die andere vrouwen, die zie ik deze dingen doen. En dan denk ik, zeker bij die getrouwde vrouwen. denk ik, Oh, wat erg voor die man. Ik heb echt, met heel veel getrouwde mannen. daar heb ik het verschrikkelijk mee te doen gehad. Ook zo'n man, dat ik aan hem vroeg. van, uh, En hoe is het thuis? Dat zei ik, oh. Dus als ze s'morgens opstaan, zij heeft tegenwoordig zo'n ongelofelijk ochtendhumeur. Elke dag die begint met scheldpartijen. Nou, dat bedoel ik, dat is die tirannie. Dat is toch er erg wat die moeders hun echt, echtgenoot en hun kinderen aandoen. En dan. Durven die vrouwen ook nog te zeggen? Ja, ik moet naar mijn werk en ik heb allemaal stress en er moet rekening gehouden worden met mij. Dat ik denk, nou, als je zoveel stress hebt van je werk, neem dan ontslag. Blijf thuis. En dan heb je maar minder inkomen. Ja, als je thuis bent, dan kan je toch je eigen kleren gaan naaien, dus dan hoef je in ieder geval geen kleren meer te kopen. Kijk, dat scheelt ook alweer geld. En dan kan je groenten en fruit gaan wekken. Nou, en dan kan je bulkinkoop doen bij de boer. Dat scheelt ook weer geld. Ja, ik laat me even een pauze vallen. Want hier zit van wat mij betreft echt een groot probleem. Vrouwen die niet luisteren naar hun man. Nou, en als vrouwen niet luisteren naar hun man. En daarmee daar ik niet meer bedoel uh, dan op de wijze waarop ik naar Wim luister. Huh? Er zijn dingen tussen mij en Wim ook geweest dat ik aan Wim vroeg van goh Wim kan je zus en zo voor mij doen? En Wim tegen mij zei van nee dat doe ik niet voor je dat heb ik helemaal geen zin. In. Nou toen dacht ik oh dan dacht hij nou ja nou ja goed ja nou, oké okay. dus, nou ik zei er maar verder niks van en dan een tijdje later dacht ik van kom ik probeer het nog een keer zo goh, van Wim <laughs> ja ik dacht zus en zo hè en ik jij was toch zo goed in dat en dat ik zei zou je dit voor mij willen datten? En Wim zei: Nee, dat heb ik al eerder tegen je gezegd. Dat soort dingen doe ik niet. Voor jou. Je doet maar zo. Het ging om het repareren van een spijkerbroek waar een scheur in zat. En Wim kan heel goed met de naaimachine overweg. En ik dacht: van, nou, als ik dan een lapje stof heb, joh, dan. En dan kan Wim wel even zo'n lapje stof erin naaien. Ik had het ook aan mijn dochter gevraagd, maar die kan niet echt naaien. En Wim had toen de eerste keer al tegen mij gezegd: van, Nou, daar heb ik echt geen zin in. En uh, je koopt voor 2, 3 euro textiellijm. En dan lijm je er maar een lapje achter. Dat is net zo goed hoor. En daar heeft Wim helemaal gelijk in. En in de regel is het zo dat als Wim nee zegt, dan denk ik: Nou, oké, okay, nou, niet. Ik luister naar Wim. En als Wim tegen mij zegt van en zo moet gebeuren en jij moet dat en dat gaan doen, dan doe ik dat. Ik vraag hoog uit aan Wim van uh, als ik iets niet snap, van hoezo moet ik dat doen? En, uh, ik dacht dat we dat zouden gaan doen. En nu snap ik het even niet. Kun je het even uitleggen? Nou, en dan legt Wim het mij uit en ik, ah, oh, bedoel je dat? Ja, nee, dat is goed. Maar ik luister naar Wim. En nu vrouwen nog naar hun man. Als een man zegt dat iets niet kan, dan kan het niet. Dat ze daarvan uitgaan, zonder meer. Nou, nu zie ik vrouwen die alles wat een man zegt bijna per definitie in twijfel trekken. Ik zat ook een keer op een, een verjaardagspartijtje dat een vrouw aan mij vroeg: Perry, eh, we hebben een camper gekocht en eh, ja, daar kan toch wel een espresso apparaat in? Nou, een camper dat heeft dus geen vaste stroomvoorziening. He? Dus dan werk je via een accu. Nou, als ik sta op een accu, zou ik niet een espressoapparaat aansluiten. Maar ja, als je op de camping staat, dan heb je natuurlijk zo'n stekker in het stoppentak zitten. Maar dan krijg je maar maximaal 6 ampère. Dus dat is 6 ampère keer 220 volt. Dus 6 keer 12, dat is 1200. Dat is dus 1320 watt. Nou, en een espressoapparaat is hoeveel wat? Ja, dat kan dus helemaal niet. Ja, of jij moet een espressoapparaat weten van 400 watt, maar ik dacht niet dat die er waren hoor. En natuurlijk had ze dat als eerste natuurlijk al lang geleden daarvoor aan de man gevraagd. En die had tegen haar gezegd: nee, dat kan niet. En dan neemt zo'n vrouw er geen genoegen mee. En dan vraagt ze dat wel even aan Perry. En ik had toen tegen haar gezegd van nou, uh, ja, 6 ampère, nou, dan uh, moet je maximaal een espresso apparaat hebben maximaal 800 watt. Dat zou ik niet boven gaan zitten zou ik. Want dan loop je het risico dat die stop eruit knalt en dan wordt de campingbaas wat zagrijnig. En dat is hartstikke onhandig. Dan zit je hele camper in het donker. En later keek ik op internet, nou een espresso apparaat, die, die tikken aan hoor. In aan wattages. Maar wat ik wil maar zeggen, zo'n vrouw dus, snap je? Ik zie het overal. Het zou natuurlijk wel gaaf zijn als een vrouw op de kansel gaat staan... en die gaat Genesis 3 eens even uitleggen zoals ik het nu uitleg. En dat die vrouw dan ook zegt van wat er toen aan de hand was in het paradijs. Met een Eva die niet naar de man luisterde. En toen was het einde oefeningen en einde leuke dingen. En toen begon het grote gestolen mythe. Nou, uh, dat gedrag van Eva, dat zie ik nu nog om me heen. Bij 98% van mijn medezusters. Kijk, als een vrouw met zo'n verhaal op de kansel gaat staan. Nou, dat, ik, ik zeg niet dat het niet mag. Ik zeg ook voorlopig niet. Maar eerst moeten vrouwen dat eventjes gaan uitknobbelen van uh, waarom staat het nou in Genesis 3 en waarom doen we nou zo? Waarom doen wij niet wat eerlijker in de relatie naar onze mannen toe? En mijn dochter die had een computerspelletje gevonden, dat was na de scheiding, en dat heette Roblox, ik weet niet of je het kent, best heel grappig. Dat mocht ze natuurlijk bij de moeder van de langst leven niet spelen, want dat... nou, daar vallen dan zogenaamd doden bij, dat is ook niet echt waar. Een maar... oneindig reincarnatiespel. <laughs> dus je gaat dan dood, maar... Uh... Ja, dan is de ronde afgelopen en dan ben je weer levend. Dus, uh. Maar het gaat er dan om wie het laatste doodgaat. Of het gaat er eigenlijk om wie er niet doodgaat. <laughs> die krijgt de meeste punten. Nou, dat speelden ze dan van. Zat ze hartstikke leuk. Maar dan mochten ze dus alleen maar bij mij spelen. Want bij de moeder zou dat echt niet gemogen hebben. Anyway, ze kwam een keer met een vriendje bij mij spelen. En dan waren die twee kinderen aan het overleggen van wat gaan we dan doen en nou toen wilde zij wel robloxen en hij kende dat ook hè? hij is dezelfde leeftijd als zij was of hij, ietsje ouder maar niet veel nou en die twee koters die krapen achter die laptop dat was hier in mijn kamer ze dus kon het goed volgen en zij start dan uh, de game op en begint dan de eerste sessie en hij zegt gelijk uh, nou niet gelijk maar hij zei dus nou uh, uh, Even dat ze aan het spelen waren, zei hij van... Waarom heb jij nog je standaard avatar? En zei uh, standaard uh, watten? <laughs> zij wist dat helemaal niet. Zij had er al maanden mee gespeeld met het spelletje. Maar ze zat nog steeds in de standaard. En zij had dus al heel veel credits. Dus ze kon al lang naar de winkel... Om een nieuwe hoed te kopen, en nieuwe schoenen, en een nieuwe broek, en uh, ja, allemaal toeters en bellen. Nou, daar wist hij helemaal niks van. Ja, die jongen wel. Ja, dat, dat is iets voor vrouwen om te accepteren. En ze kunnen daar op zich ook een voorbeeld aan nemen dat ze zich wat meer gaan verdiepen in een praktische technische dingen. Dat kan ook. En wat ook heel tof is, dat is denk ik, nou, misschien nog wel beter. Is dat ze zich lekker houden bij hun eigen ding, wat ze van nature het liefste doen. En dat ze dan. Respect hebben voor het feit dat die mannen zich wel heel erg verdiepen in details en dingen uitpluizen en uitzoeken en precies weten waar iets is. En een vrouw weet vaak eerder dan de man waar iets mogelijk kan liggen. Dus als iets als zoek is, dan heeft een vrouw sneller het idee van oh, het zou als daar kunnen liggen. En een man die, die kan zich dan helemaal schompers lopen zoeken. Maar een man heeft weer meer. Ja, als er maar een, een printerdrijver het niet doet. dan heeft de, de printerdrijver sneller aan de praat. Ja, ik noem maar even iets technisch. Of de, de automotor start niet of zo. Dan de mannen zeggen Oh nee, maar dat snap ik al. Dat is, de, dat is dat. Dat is niet de startmotor. Nee, dat is dat. Nee, en daar kunnen we niks aan doen. Nee, helaas, we kunnen vandaag niet naar je moeder toe. We moeten met de bus. Nee, hij kan niet gerepareerd worden vandaag. En dat is dan zo. Dan moet een vrouw dat aannemen van de man. Dat is belangrijk. Maar ja, dat, dan ga je dus in tegen dat hele feministische lawaai van tegenwoordig waarin opgeroepen wordt dat al die vrouwen meer naar die zelfstandigheid moeten en minder moeten overleggen met een man en ze moeten zelf gaan kiezen en een, een ruler of the universe zijn nou, en vanuit die hoedanigheid op de kansel gaan staan voor een, voor een kerk dat ja, lijkt mij zinloos daar word ik niet blij van en John MacArthur dus ook niet. En dan in dit geval ben ik het nou ben ik dat met hem eens. Ik ben het niet met hem eens. Nou... nou ja, als je het zelf wil beoordelen, moet je zelf maar naar John MacArthur luisteren. Naar die preek dus waarin hij het een en ander uitlegt, en waarom hij dat gezegd heeft. Dat zijn wel dingen waar ik het met hem eens ben. Er zijn dingen, er zijn mannen beter in dan vrouwen en ja, dat kunnen vrouwen proberen dan die achterstand, als je dat achterstand wil noemen, maar uh, om daar net zo goed in te worden als een man of een vrouw accepteert het, dat ze daar niet zo goed is als een man en dat ze vanuit die positie de, uh, ja, de optimale standpunt inneemt. Je kan niet overal even goed in zijn en vrouwen zijn, als het goed is, in bepaalde dingen uh, weer beter dan een man is. In de regel hoeft een vrouw zich geen zorgen te maken over een, een gebrek aan respect vanuit de man gezien. In de regel dan hè. Er zijn wel respectloze mannen, die heb ik wel meegemaakt. Dat is ook heel zielig voor die vrouwen. Maar ik heb het meer andersom gezien. Ik heb meer respectloze vrouwen gezien. Die over een man heen stappen. Dat, ja, dat is niet leuk, joh. Ik heb het zelf meegemaakt, dat er over mij heen werd gestapt en uh, ik weet hoe vervelend het is. En je kan er als man niks aan doen en well, dat maakt het nog des te schrijnender. Want je krijgt van niemand hulp. En dit is toch echt iets waar vrouwen wat aan moeten gaan doen. Of ze laten het liggen en dan moeten mannen het zelf gaan oplossen, maar ja, dan, ja dat, dat zou ik toch wel erg min vinden voor de vrouwen. Ja, dan plaatsen ze zich nog verder achterop. Het, het feit dat je iets als groep... Dat is een groepsprobleem. Maar iets als groep doe je niet goed. En als groep ben je niet in staat om je eigen fout te corrigeren. En ook dat laat je over aan die andere groep. Nou, dan sta je dubbel op achterstand. En is dat nodig? Nou, ik... Uh... Ik laat het aan jou over. Nee, ik zie het positief in, in die zin dat ik denk dat als vrouwen dit van mij aanhoren en dat ook rustig aan kunnen horen, en dan niet gelijk zeggen: Oh, Perry is een seksist en hij heeft alleen maar negatieve dingen over vrouwen. Nou, en dat soort mannen die ken ik wel. Ja, dan heb ik helemaal niks aan je. En die andere vrouwen ook niks. En dan hebben de gezinnen van Nederland ook niks aan je. Kortom, de hele samenleving heeft niks aan je. En als dat de teneur wordt. van de reactie van vrouwen op dit uurtje wat ik net gesproken heb. Als dat de teneur wordt. Nou, dan raken jullie echt dubbel achterop. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee. En ik heb jullie nu gewaarschuwd. Dus dan tel je dus voor twee. En dan raak je er dubbel achterop als je nu niks doet. Snap je? Nou, ik, ik hoop dat ik hier een reactie op krijg. En ik, ik graag zou graag een keer met een vrouw in gesprek willen hierover. Ik ben niet boos. Ik, ik ben niet haatdragend. Ik wil graag dat het goed komt voor onze kinderen. Daar gaat het mee om. Mijn eigen kinderen, ja, mijn eigen kind die is nou 19. En... Ja, dat, 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 dat is een ander verhaal. Maar de kinderen van Nederland. Hè? Niet dat ik niet van buitenlandse kinderen hou, maar eh, eerst heb ik dan voor Nederland gedacht. Hè? Nou, denk er maar eens over na. En op zijn hamburg zeg ik dan tjus en dag lieve mannen. En dag lieve vrouwen!